Toen ik op een gegeven moment wist dat ik naar Malawi zou gaan, heb ik bijna een jaar lang taalstudie in Nederland gedaan. Van de hoofdtaal van Malawi, het Chichewa. Kijk, die zo verbaasd, Godwin. Mensen studeren. Serieus? Wat? Waarom verras je dit zo? Omdat... Ik kan het... De protestantse Henk Jan, katholieke Paul en evangelische Godwin gaan in deze podcast op zoek naar wijsheid. In dit nieuwe seizoen krijgen de mannen gasten over de vloer die ietsjes ouder zijn dan zijzelf. Maar Andries, wat heeft jou nou echt geholpen in het leven? Om te ontdekken welke levenslessen er nodig zijn voor het goede leven. Dit is Goed, Beter, Best. Goed, ja. Ilse, we zitten hier met jou. We zijn heel dankbaar dat je er bent om over de Bijbel te praten. En over de levenswijsheid die jij ook hebt ontdekt in jouw hele leven met de Bijbel. Want je bent voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap ben je Bijbelvertaler. Je hebt meegewerkt aan de nieuwe Bijbelvertaling. Je bent nu volgens mij betrokken bij het maken van de nieuwe jongerenbijbel, toch? Dat klopt. Ja, ik ben betrokken geweest bij de MBV 21. Dus dat is net weer even de andere fase van de nieuwe Bijbelvertaling. Ja. En inderdaad, in het afgelopen jaar heb ik veel gewerkt aan de jongerenbijbel. Ja, daar zijn we sowieso, want als MOVE zijn we uitgenodigd door jullie om eigenlijk ook een soort eigen jongerenbijbel te creëren. Nou, de inhoud zal gewoon zijn wat jullie daar neerleggen. Maar we mogen meedenken over de cover en wat themapagina's en al dat soort dingen. Omdat we het belangrijk vinden dat jonge mensen bezig gaan en kunnen met die bijbel op een manier die bij hen past. Kun jij vast een tipje van de sluier? Waar ben je zelf mee bezig waarvan je denkt, dat vind ik echt vet dat dat... Nou, wat ik heel tof vind aan deze Bijbel, misschien kennen jullie die samenleesbijbel, zo'n Bijbel voor gezinnen waar je echt die routes door de Bijbel hebt. En dat doet deze jongerenbijbel ook. Dat je echt routes loopt door de Bijbel, waardoor je opeens nieuwe inzichten opdoet, nieuwe verbanden ziet. Dat vind ik ook wel uniek aan deze jongerenbijbel. Je hebt natuurlijk heel vaak dat je inderdaad themapagina's, personenpagina's... hebt, maar hier dat je bepaalde verbanden gaat zien en dat je eigenlijk bijvoorbeeld ook in 50 stappen door het grote verhaal van de Bijbel heen loopt. En welke route ben jij misschien ook mee bezig geweest of op betrokken waarvan je denkt, die moet je in ieder geval gaan lopen? Ik wil iedereen aanmoedigen om die 50 stappen te lopen. Nou. Ik denk het grote verhaal van de Bijbel is misschien wel steeds minder bekend. We pakken wat we interessant vinden, wat op dat moment relevant is voor ons leven. Maar juist die grote verbanden kunnen hele nieuwe inzichten, denk ik, geven in hoe die Bijbel nu in elkaar steekt en wat dan misschien ook wel die kleine stukjes werkelijk betekenen. Mooi. Wat leuk, wat mooi. We willen van jou ook gewoon heel veel levenswijsheid op tafel hebben. Dus be prepared, zeg maar. Hè? Want je bent bezig geweest met het boek waar volgens mij de meeste wijsheid... Hè? Als er één boek gaat over wijsheid ook, hè? Voor ons als christenen is het die Bijbel. Jij hebt je leven er eigenlijk aan gewijd, hè? Want je bent nu hier in Nederland bezig. Maar, en dat is dan misschien wel aardig om even mee te beginnen. Je bent ook in Afrika, in Malawi, ben je jaren Bijbelvertaler geweest. Klopt. Hoe zit dat? Wauw. Ja, ik heb daar van 2008 tot 2015 gewoond. En uiteindelijk tot 2018 meegewerkt aan vertalingen. En dat was niet vanzelfsprekend. Dus het was niet zo... Ik ben wel opgegroeid in de kerk, maar het was niet van... ik wil altijd al Bijbelvertaler worden. Nee, als klein meisje Godwin wilde... Lasser of zo wilde je worden? Ik wilde onderwaterlasser worden. Ja. Ik had gehoord, je verdient goud. Dus ja. Daar moet je zijn. Ja. Alleen al om te lassen en dat onder water te doen. Dat is best wel... Ja. Maar als je te snel omhoog gaat, dan popt het hierboven en dan... Maar Bijbelvertaler. Ja, ik heb nooit iemand gehoord dat hij als kind de ambitie had om Bijbelvertaler te worden. Of überhaupt een Bijbelvertaler is. Ik vroeg me altijd af hoe worden die Bijbels vertaald. Ja, jij dacht dat de Heilige Geest als een duif een potloodje pakt en zelf gaat schrijven. Ja, ChatGPT gewoon erin. Voor die hele Bijbel. Nou, dat moet je zometeen misschien ook nog maar even uitleggen. Maar als kind had jij dus ook niet direct dat beeld. Ik wil Bijbel totaal niet. Ik ben opgegroeid in een predikantengezin. En dat vond ik op zich prima. Maar ik had ook wel zoiets van, als het moment daar is, dan blijft de kerk wel een bijrolletje in mijn leven houden. Maar zeker niet de hoofdrol. Ik vond het dus ook heel belangrijk om lekker veel geld te verdienen. Ja. En gewoon een leuk leven te leiden. Totdat echt eigenlijk in mijn examenjaar de knop omging. En jij had het net over roeping. Ik had inderdaad toen het idee van... ik moet theologie gaan studeren. Geen idee wat ik ermee moest.
En ook echt wel zoiets van, hé, maar dit was helemaal niet wat ik in mijn hoofd had. Maar ik werd zo geraakt. Je was 17, 18, je zat ergens in 6 VWO en je dacht, er gebeurde iets waarvan je dacht, dit moet toch. Ik had mij al ingeschreven voor een andere studie en ik zat in de kerk. En ik zou niet meer weten waar het verder over ging. Maar eigenlijk de vraag die bleef hangen en die in die dienst gesteld werd was, waarom overweegt bijna niemand meer om nog zoiets te gaan studeren en je daarin te verdiepen? Dus dat was eigenlijk voor mij die vraag die bleef hangen. Ik ging daar met mensen over praten. En dat werd zo sterk dat ik me toen heb ingeschreven voor theologie. Dat ben gaan doen zonder idee wat ik ermee zou gaan doen. Oh ja. En tijdens mijn studie kwam ik eigenlijk in aanraking met Bijbelvertaalwerk. Las over hoeveel talen er nog eigenlijk zijn waar de Bijbel niet in is vertaald. En dat en toen werd je gevraagd om in, hè, want er is een soort van internationale Bijbelgemeenschap, of hoe moet ik dat zien eigenlijk? Er wordt enorm veel Bijbelvertaalwerk gedaan. Ja. Dus inderdaad, wat jij zegt is grappig. Als je er niet van hoort, heb je niet zoveel idee. Had ik ook niet. En als je er dan in gaat verdiepen, dan zie je het opeens op allerlei plekken. Echt over de wereld duizenden projecten, voornamelijk door Wycliffe en door de Bijbelgenootschappen. En die werken ook heel veel samen. Ja. Misschien om een vraag te beantwoorden wat ik nu aan iemand kan stellen die er kennis van heeft, is heel veel mensen die pas tot geloof komen of die niet gelovig zijn, zeggen altijd ja, maar de Bijbel is niet origineel, want het is zo vaak vertaald. En het vertalen van de Bijbel wil toch niet zeggen dat je het originele ervan weghaalt. Hoe zit dat? Nee, eigenlijk ga je bij ieder project ga je weer terug naar die originele teksten. Ja. He, dus en in het Hebreeuws en in het Grieks en kleine stukjes Aramees. Ja. En dat is steeds je richtlijn. En natuurlijk maak je heel erg gebruik van alle kennis, alle vertaalkennis ook, die er al wereldwijd is. Dus je hoeft aan de ene kant niet opnieuw het wiel uit te vinden. Je kunt ook kijken hoe is het in andere vertalingen gedaan. Maar de basis is dat je altijd weer teruggaat naar die bronteksten. Ja, mooi. Ja. Hey, en even, hoe belangrijk het is voor mensen dat het in hun eigen taal vertaald wordt. Dat kwamen we tegen in een filmpje. En niet zozeer van jou of van het MBG, maar een filmpje van de MAF. Dat is zo'n club die met vliegtuigen dan de Bijbel gaat brengen bijvoorbeeld. Of goederen gaat brengen naar afgelegen plekken. En die gaan op een gegeven moment een nieuwe Bijbelvertaling naar een Afrikaanse stam brengen. En ja, die mensen gaan uit hun bol. Dat klinkt een beetje zo. There'll be a big party when we land. There'll be dancing and singing. And it'll be pretty amazing. Je ziet ze hier dus echt in tranen. Mensen die Bijbel op hun hoofd tillen. De hele gemeenschap is uitgelopen. Echt mensen die ooit hebben gehoord van het evangelie. Oudere generaties, maar nooit die Bijbel in hun eigen taal hebben gekend. En dan nu voor het eerst dat krijgen en kunnen gaan delen met jonge generaties ook. En ik zat hier te kijken en te luisteren en ik dacht, Ik kan daar gewoon niet meer bij. Ik was onder de indruk van hoeveel dat betekent. Want voor ons, ja, we hebben hier een Bijbel, daar een Bijbel. We lezen hem vaak niet. Komt dit een beetje overeen met misschien ook ervaringen die jij hebt gehad in Malawi? Of? Heel erg. Ja? Heel erg vergelijkbaar. Ja, de eerste keer dat wij een vertaalde tekst voorlazen, dat was dan tijdens een kerkdienst. Ja, dat is ongelooflijk wat je dan een reactie terugkrijgt. En dat is eigenlijk iedere keer als we weer een stukje hadden vertaald en dat naar buiten brachten, had je weer zo'n reactie. En dat doet ook wel heel veel met jezelf. Inderdaad, wat je zegt, ik was ook gewend aan allerlei Bijbels op mijn plank, die ik echt ook niet altijd opendeed. En als je dan ziet hoe enorm waardevol dat is voor mensen. Hmm. En dat ze werkelijk de ervaring hebben, nu spreekt God ook tot ons. Mm. He, dus dat je eigenlijk steeds het idee hebt, ja, het gaat via. Wij zijn blijkbaar niet belangrijk genoeg dat het ook in onze taal is. Die enorme emotie die dat losmaakt, dat is echt, voor mijzelf is dat dus ook wel levensveranderend geweest, om dat te zien en dat mee te maken. Ja, op welke manier was dat voor jou, levensveranderend? Dat je zo overtuigd raakt opnieuw van de waarde van die Bijbel. Mm. Waar je hem inderdaad, hè, voor mij is de Bijbel ook heel vaak mijn werk geweest en nog steeds. Maar die beelden, die emotie, die zetten mij er eigenlijk steeds weer bij stil. Wat een enorm waardevol en impactvol boek het is.
Hey, en ik, toen ik een beetje aan het over jou aan het googelen was en zo. Hoe, met die talen, hoe bedoel je Malawi, maar ook in Indonesië volgens mij, toch? Nee, niet Indonesië. Oké. Ik heb wel... En Lomwe en Tumbuka, dat zijn de talen waar je het in hebt vertaald, toch? Ja, daarin heb ik gewerkt. Ik heb wel voor het Bijbelgenootschap op een gegeven moment projectmanagement gedaan. Dus toen was ik wel met allerlei projecten over de hele wereld bezig. Maar dus niet echt in het vertaalwerk, maar meer het management van de projecten. Hoe heb je dat aangepakt? Hoe heb je dat gedaan? Toen ik op een gegeven moment wist dat ik naar Malawi zou gaan, heb ik bijna een jaar lang taalstudie in Nederland gedaan. Van de hoofdtaal van Malawi, het Chichewa. Kijk, die zo verbaasd, Godwin. Mensen studeren. Serieus? Wat? Waarom verras je dit zo? Omdat... Ik kan het doen. Je gaat gewoon... Dus een jaar lang ga jij ter voorbereiding... Ga je gewoon een taal studeren, weten dat je misschien dan alleen de Bijbel gaat vertalen voor hun. En vervolgens hoef je nooit meer wat met die taal. Hoeveel talen kan jij dan wel niet? En dat is soms wel een beetje jammer hoor. Een beetje frustrerend dat jij dan niks mee kunt. Het is alsof je naar de snackbar gaat en een broodje haalt en dan loop je weer weg. Ja, ja. Ik weet niet. Dit is de meest briljante vergelijking die ik in 70 uur podcast heb gehoord. Ja, want ze gaat er toch verder niks mee doen. Het is... Jawel, je doet dat natuurlijk. Je gaat daar wonen. Je gaat er met de mensen met optrekken. De locals. Ja, kijk, dat stuk snap ik als het er is. Maar als het terugkomt. Jij gaat toch ook niet Frans leren om zo'n stokbrood in Frankrijk te kunnen bestellen. Om daarna weer terug naar Nederland te komen. Nou, ik vind dat best wel een goede insteek. Als je dat kunt Weet je wat het mooie is van taal? Ik denk met iedere taal die je leert, is heel erg verrijkend voor je leven. En dat is, iedere taal heeft zo zijn eigen manieren om dingen te zeggen. En zo heb ik eigenlijk, ik kwam daar om hen dingen over de Bijbel te leren. Maar door het in hun taal te lezen en te horen, heb ik eigenlijk zelf ontzettend veel nieuwe dingen over die Bijbel geleerd. Omdat het zo, het is zo'n andere structuur, zo'n andere manier van spreken over dingen. Misschien heb je dat zelf ook wel met Engelse vertalingen of ander type vertalingen. Dat soms even, opeens anders. Ik heb dat met het Spaans bijvoorbeeld. Dat soms pak ik hem zo om en dan lees ik hem in het Nederlands en zeg ik, nee, dit klopt volgens mij niet. Ik kan ook een klein beetje Latijn. En dan lees ik in Spaans en denk ik, dit is inderdaad het woord dat je moet gebruiken. Niet dat Nederlandse woord. Dus bijvoorbeeld, Psalm 51, mijn favoriete psalm. Daar kom je, trouwens, ik weet niet of het 50 of 51 is ook weer volgens mij afhankelijk van... maar die van David, hè, nadat hij vreemd was gegaan. Daar staat er, in de Nederlandse vertaling staat er dan... tenminste in de katholieken staat er een berouwvol en nederig hart... zult u God niet geringschatten. Geringschatten, wat is dat nou? Terwijl als je in de Spaanse letterlijk is het... zult u niet afwijzen. Hè? Dus mijn berouwvol hart zult u niet afwijzen. Dan denk ik, dat is het woord. Hè? Maar dan ga je dat zelf... heb je een andere taal nodig om die lading tot je te laten komen. Exact. En een andere bijvoorbeeld, dat is... volgens mij boek de wijsheid, ik weet niet, maar dat is... in Latijn, ik ken het motto, want het was het motto van mijn studentenhuis ook in Madrid. Dat was frater cui aduatera frater quasi civitas firma. En dat wil letterlijk zeggen, een broeder geholpen door zijn broeder is als een ommuurde stad. Maar ik kan die letterlijke vertaling niet vinden in het Nederlands. En dan denk ik, verdraait nog aan toe. Dus dan is het wel, die andere talen zijn heel goed van toepassing. Ja. Dit werkt voor jou ook zo? Of anders? Dit vind ik wel heel herkenbaar wat jij noemt. Dat je het door... structuren, door beelden die in een bepaalde andere taal aan de woorden hangen, krijg je wel andere inzichten. Kijk je ook naar cultuur als je aan het vertalen bent? Heel veel. Vertalen is enorm veel cultuur. Ja. Hoe dan? Ja. Want je zou kunnen denken, er ligt gewoon een Hebreeuwse tekst, er ligt een Griekse tekst. Gewoon zo één op één mogelijk vertalen. Dat was de brontekst. De Bijbel is zo tot ons gekomen, klaar. Waarom is cultuur belangrijk? Omdat ook de Bijbel een ontzettend cultureel boek is. Dus eigenlijk ben je aan de ene kant ben je van taal naar taal aan het overzetten. Maar die taal staat helemaal niet los van die cultuur. Dus je bent ook heel erg aan het omzetten van cultuur naar cultuur. Geef ze een voorbeeld. Je doet onderzoek naar hoe de bepaalde culturele setting was, dus in het Nieuwe of in het Oude Testament. Nou, een voorbeeld daarvan is in de NBV.
in de nieuwe Bijbelvertaling al, maar ook de MBV 21, zijn we weer heel erg bezig geweest met eigenlijk het inclusief vertalen. He, dus wanneer gaat het nu, wanneer zeg je nu mannen en vrouwen? Wanneer, en je hebt ook bepaalde teksten waar je in sommige vertalingen staat daar alleen bijvoorbeeld mannen, broeders. He, wanneer, hoe zat dat nu? Uh-huh. Hoe speelt dat in de cultuur waarin je werkt? En wat voor vertaling past daar dan bij? Je kunt je voorstellen dat in de Nederlandse context is dat inclusief vertalen een heel groot ding. Uh-huh. In de context in Malawi speelde dat helemaal niet op die manier. Misschien, bij wijze van spreken, over een jaar of 30 of 40 wel. Uh-huh. Maar dat was een veel minder groot issue. Dus in Nederland, hè, nu in onze maatschappij, is het belangrijk dat voor veel mensen, je kunt wel vinden wat je wil, maar voor veel mensen is het belangrijk dat, hè, dat die Bijbel, dat je daarin ook als vrouw of als non-binair persoon of hè, dat je aangesproken wordt op een manier die ook gericht is op jou. En oorspronkelijk waren Bijbelteksten dan vaak vertaald met dingen als mannen, broeders. En dan ga je eigenlijk rekening houden met zo'n culturele omslag ook in onze samenleving. Ja, maar wel altijd vanuit de brontekst. Hè? Dus je gaat eigenlijk bekijken. Kijk, die vertaling is ook in een bepaalde culturele setting ontstaan. Die vertaling mannenbroeders. Waarin dat dus een hele gangbare manier was om toen dat weer te mensen geven dat in het soort Nederlands. Dingen. Maar nu zeg ik niet heel vaak Godwin mannenbroeder. Dat zeg ik, nee. Ja, dus je gaat eigenlijk weer terug naar die brontekst. Van, hey, is dat nu echt inderdaad wat hier staat? Worden hier alleen mannen toegesproken of gaat het om een veel precies. bredere groep? Ja, ik ken wel een voorbeeld daarvan. Er was toen Jezus, volgens mij met dat brood en vis. Op een gegeven moment zegt de Bijbel, in mijn vertaling zegt dat waren er rond de 5000 mannen en vrouwen en kinderen niet meegeteld. Terwijl ik altijd dacht, het ging om 5000 mensen. Later pas ging ik de rekening zo maken, maar als een gemiddeld man met zijn gezin daar zat, dan ging het om veel meer mensen. Maar als ik dat alleen lees, dat stuk, dankjewel het boek, dan merk ik dat ik heel vaak vanuit ging dat het alleen maar om 5000 mensen ging. Mm-hmm. Terwijl de context eigenlijk veel groter is. Maar daar spreekt de Bijbel dan ook in dat stuk echt alleen over inderdaad mannen. Ja. En waarom de Bijbel dat doet, weet ik niet. En ik kan me ook wel voorstellen, ik ben ook benieuwd hoe je naar kijkt, van ook bijvoorbeeld als je het hebt over die talen, natuurlijk het Hebreeuws, maar ook het Grieks. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld het evangelie van Johannes meer in de Griekse vertaling lezen. En om verrijkend moet zijn, omdat het Grieks van die tijd ook juist concepten had die Johannes heel belangrijk vond. Terwijl misschien juist de Marcus veel beter is om het Hebreeuws of het Aramees te lezen. Klopt ook zoiets? Of ook als het meer gaat om die cultuur en hoe ze de taal gebruiken? Of is dat niet per se relevant? Ik zit eventjes te denken, want je kunt natuurlijk zeggen, het Oude Testament is voornamelijk in het Hebreeuws geschreven. Kleine stukjes Aramees, Nieuw Testament is ook een Marcus, voornamelijk in het Grieks. Je ziet daarin wel allerlei variatie, waardoor je inderdaad ook weer heel veel nieuwe dingen leert. En het ene boek is daarin veel rijker. Marcus kun je zien, hij is heel snel geschreven en gaat echt tak, tak, tak. Johannes zie je een soort ander soort diepgang of ander soort concepten. Ook dat is weer een stukje verrijkend. Maar ik zou niet zeggen Grieks of Hebreeuws, Aramees. Het een geeft je meer inzicht dan het ander. Oké. Nee. Over vertalen kunnen we denk ik nog heel lang doorpraten. Ja. Dat is je vak en we weten er heel weinig van ergens. Je begint er een klein beetje aan te raken. Maar ik ben ook wel heel benieuwd. Hè, we zijn op zoek in deze serie ook naar, ja, hoe leef je leven nou op een manier die dicht bij jezelf past. Waar je dicht bij God komt. Waarin je wijs omgaat met alle tijd die je in feite hebt gekregen. Jij hebt heel veel van jouw tijd aan die Bijbel gegeven en besteed. Was het eigenlijk waard tot nu toe? Ja, meer dan waard. Ja? Ja, het is wel grappig. Als ik kijk naar mezelf, dan... Nou, ik heb helemaal niet zo heel veel tijd om te lezen. Dus ik heb 3 hele energieke kinderen en een vrij druk sociaal leven. Dus ik zal nooit als ik al een boek lees, zal ik het nooit een tweede keer lezen. Amen. Als je al een boek leest, komt het... Zelfde met films. Dus ik vind het altijd een soort grappig dat die Bijbel mij maar blijft boeien. Oh ja. Ik heb hem nu een aantal keer vertaald en een aantal keer helemaal doorgelezen. En steeds pak ik weer een boek erbij. Ik voel me echt klein worden gewoon. Ik zit te decoratie in die Bijbel van me.
Ja. Maar hoe vaak heb je de Bijbel ongeveer uitgelezen? Maak ons nog kleiner. Nou, ik denk ongeveer 6 keer helemaal. Ja, maar ook natuurlijk heel veel voor mijn werk. Hè? Dan kijk je er ook wel weer anders naar. Zij wordt betaald om Bijbel te lezen. Dat is eigenlijk wel fit. Ja. Ik zal nooit salaris krijgen. In de hemel, hoor. Maar al die tijd eraan... Sorry, je was bezig. Ja. Al die tijd was het meer dan de moeite waard. En blijf ik dus ook geboeid door wat daar staat. Omdat het toch steeds weer nieuwe inzichten oplevert. En wat... een leven lang je verdiepen in die Bijbel. Mm-hmm. Hè, dat levert dan nieuwe inzichten op. Waarom heb je die nodig? Ik denk dat de Bijbel en alles wat daarin staat... werkelijk waar de beste basis voor je leven is die je kunt hebben. Oh. En dat is natuurlijk best... ik besef me ook heel goed dat je dat echt niet meer overal kunt zeggen tegenwoordig. En ik werk zelf ook met heel veel jonge mensen... op dit moment doe ik veel jongerenwerk in de kerk. Maar dat soms ook wel een lastige uitspraak is. En dat mensen die Bijbel op hele andere manieren zien. En tegelijk denk ik gewoon de dingen die daarin staan... die zo raken aan het niveau van zingeving. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Waarom leef ik eigenlijk? En dan, dan is het ook de beste basis voor jouw leven gebleken. Ja. Welke pilaren heeft die Bijbel onder jouw leven gebouwd? Ik denk dat 3 dingen er voor mij echt uitspringen. Het eerste, dat niets is wat het lijkt. Ik kan heel snel mijn idee hebben over mensen, over de wereld en over God. En die Bijbel houdt mij keer op keer een spiegel voor. Mm. Vaak wordt het natuurlijk gezegd, die Bijbel is die maak je juist een beetje narrow-minded. En ik heb juist het tegenovergestelde ervaren dat die Bijbel mij enorm helpt om out of the box te denken. Is dat bijvoorbeeld, die andere 2 wil ik ook zo horen, ja. Want er zitten misschien al een soort levenslessen in. Dus die Bijbel die helpt je om, wat je nou zegt, God, jezelf, de wereld om je heen. Het is altijd anders. Hè? Of het is dat. Heel vaak wordt natuurlijk gezegd, de Bijbel zegt. Hè? De Bijbel zegt dat dit zo is. Dat gaat buiten voor mij. Ik volg wat Bijbelwetenschappers op Instagram, aanrader. En die zei daar een van zijn laatste over, ja, dat is allemaal mooi en aardig, maar we zeggen altijd dingen over de Bijbel. De Bijbel zegt niet iets. Hè? De Bijbel zegt heel veel dingen. En de Bijbel is het woord van God. Hè? Als wij dat vinden dat de Bijbel dat is, en dat vind ik. Maar... dan nog moet je daarmee aan de slag. En er staan zoveel dingen in die Bijbel. Dus als je de ruimte durft te geven... om in een soort van in gesprek te gaan met die Bijbel... dan wordt het leuk. Toch? Of hoe zie je dat? Ja, precies eigenlijk wat je zegt. Ja. Dan laat je die Bijbel, denk ik, spreken. En dat kan op hele verschillende manieren zijn. En ontdek je ook dat er allerlei lagen van betekenis in zitten. Kun je nog eens een voorbeeld... iets waarvan je dacht... Nu heb ik dit gelezen of dingen in de Bijbel ontdekt... waarvan dat je dus inderdaad zo anders leert kijken naar jezelf, God of je leven. Ik denk wel bijvoorbeeld het verhaal van Abraham... waar hij zijn zoon moet offeren. Hmm. Dat wordt natuurlijk heel vaak zo uitgelegd... Hè, van als je maar alles voor God opoffert tot aan je eigen kinderen toe... Dan heb je het wel gemaakt in het Koninkrijk van God. En dan ben je een voorbeeld van alle gelovigen. En tegelijk, als je dat verhaal leest... is het natuurlijk ook een heel vreemd verhaal wat daar gebeurt... en dat God dat sowieso vraagt. Ja, want God geeft Isaac na al die jaren wachten als belofte... daar komt ook nog eens een heel volk, het volk van God uit voort. En vervolgens zegt hij aan... Je zit alweer te lachen, Godwin. Jij gaat goed op dit verhaal. Ja heerlijk. Ik hou van dit soort bijbelverhalen die niet zo standaard zijn. Ja. Maar ik ga dan ook nadenken, wat als ik Isaac was? Oh ja. Ja, denk je dat die vrijwilliger dat hij zei... oké, paarden, bind me vast. Ik zou mijn vader echt een map hebben gegeven. Ik hem een paar keer vraag van... waar is de schaap of de bok die we gaan slachten? En je zegt gewoon niks. God gaat voorzien. Ja. En boven op de berg pak je touw en dan begin je me vast te binden. Ja. Maar even wachten, want dit is een cliffhanger hier. Dus dat is natuurlijk echt bizar. Als je dat probeert in te denken, hoe dat geweest moet zijn. En
toen ik heel erg met die vraag bezig ging van hoe kan het nu dat God dit vroeg? En als je dan een beetje verder gaat lezen, dan zie je eigenlijk dat op allerlei plekken in de Bijbel, dat er wel verwijzingen zijn naar dat de goden in die tijd, die konden dat gewoon van iemand vragen. Joh, geef je kind. Er zijn koningen die offerden hun kind. Was normaal in die tijd. Ja. Dat was vrij normaal. Dus voor Abraham was die vraag helemaal niet zo gek als dat die nu voor ons is. Wow. En waarschijnlijk voor zijn zoon was het ook niet zo gek als dat het voor ons is. En wat doet God dan? Die zegt, ik ben niet als die andere goden, maar ik voorzie zelf. En eigenlijk zet hij daarmee heel Abrahams wereldbeeld op zijn kop en zijn godsbeeld. En dat vind ik, ja, daar word ik echt heel enthousiast van. Kan jij nog wel naar preken luisteren? Ja, met al deze kennis en wat je gewoon weet over de Bijbel, kan je nog gewoon naar een preek luisteren? Ik doe mijn best. Wow. Hey, en denk je toch nog even, denk je dat dat Gods stem was die Abraham verstond? Of was het Gods testende stem misschien? Of was het dus een andere stem die Abraham verwarde voor die van God? Of kunnen we dat niet weten? Ik denk dat het wel Gods stem was die hij hier verstond. Hmm. Ja. En het was God die echt wilde laten zien, dit is dus niet wat ik vraag. Ja. Zo werk ik niet. Ja. Ja. Dat hij echt eigenlijk, je moet bedenken, Abraham staat natuurlijk ergens helemaal aan het begin van die geschiedenis van God met de mens. En dat God eigenlijk in die geschiedenis laat hij steeds nieuwe dingen van zichzelf zien. Ja. En dat dit echt wel een soort keerpunt was. Ik moet even aan denken. Hij van zichzelf laat zien. Dit verhaal kwam van de week bij mij ook in mijn leven voorbij in een bepaalde context. En dat ging over het loslaten van dingen. Ik zit ook wel in een fase waarin er wat dingen spelen die lastig zijn. En als een soort van bemoediging van dat het oké is om dingen los te laten, toe te vertrouwen. Mm-hmm. Is dat eigenlijk voor jou ook de betekenis nu in dat verhaal? Of kunnen we er meer? Allebei dus eigenlijk. Dus aan de ene kant dat God dus groter, anders is dan ik vaak denk. En net als dat Abraham echt iets nieuws leert over God. En die tweede betekenislaag van dat je dingen aan hem toe kunt vertrouwen. En dat hij werkelijk waar degene is die voorziet. En dat je dus, wat je later, als je de lijn naar het Nieuwe Testament doortrekt, natuurlijk helemaal ziet. Dan denk ik dat zeker een betekenis is die daarin zit. Ja. Wat mij dat verhaal ook natuurlijk enorme kracht geeft, is het feit van God vraagt het uiteindelijk niet van Abraham. Hij keert zijn wereld om. Maar hij maakt het natuurlijk nog radicaler vanuit het licht inderdaad van het Nieuwe Testament. Ja. Want uiteindelijk wat doet God? Hij zegt, uiteindelijk zal ik zelf op deze stapel terechtkomen. Ja. Zodat jullie dat nooit meer hoeven te doen. En uiteindelijk voor mij ook misschien de diepste betekenis van de Bijbel. Het is het verhaal van een verbond. En dus er worden allemaal verbonden gesloten in het Oude Testament. En uiteindelijk zegt God, kijk, ik ga een bond met jullie sluiten. En van mijn kant wordt die nooit meer gebroken. Wow. Mijn bloed zal dit bezegelen. En dat geeft me misschien ook meer in de fase waarin jij zit, Henk-Jan. En ook voor mezelf. Het is natuurlijk de Franse filosoof Simone de Weil, die zei van waarschijnlijk is de grootste levensbehoefte van de mens om geworteld te zijn. Nou, en als de Bijbel mij iets toont, dat is, ik kan daadwerkelijk mijn wortel schieten in een God die nooit zal stoppen van mij te houden. Ja. En het hele verhaal van het Oude Testament en het Nieuwe Testament met Christus laten dat zien. Amen, broer. Ja. Wow. Dat is wel. We zijn wat aan het leren, Godwin. Ja, ik ga nooit. De volgende preaching gaat over Abraham. Dat weet je al. Maar ik had nog een andere vraag ook. Ik kan me voorstellen dat een gevaar van in jouw geval een academica, een Bijbel, iemand die met de Bijbeldag bezig is, met het uitpluizen, het onderzoeken, het vertalen, is dat het boek ook een beetje, hoe moet ik het zeggen, iets te veel een technisch of wetenschappelijk boek wordt. Je hebt natuurlijk al iets verteld wat ook je meer persoonlijk raakt. Maar toch nog even die vraag ook van hoe verhouden die twee aspecten? Dus heeft dit jouw werk ook jou geholpen om meer je persoonlijke relatie met God daarin te groeien? Of merk je dat juist soms het verstand misschien een beetje in de weg staat? Dat is echt wel op en neer gegaan. Ja, dus ik heb echt een periode gehad dat ik dacht, het is zo mijn werk geworden. Het zegt mezelf niks meer. En die periode vond ik best wel heel ingewikkeld. Je hebt denk ik in je geloofsleven allerlei ups en downs.
Maar die periode was misschien wel het lastigst. Omdat je juist een soort de bron van je geloven... Voor mij was die Bijbel heel belangrijk. Die was zo in mijn gevoel opgedroogd eigenlijk. Dat ik dacht, ja, het is voor mij alleen nog een technisch verhaal. Ik kan er alleen nog technisch naar kijken. Op een zinsontledende manier. Op een niveau van punten en komma's. Maar durf ik het nog tot mezelf te laten spreken? Of heb ik altijd al die Bijbelcommentaren op de achtergrond in mijn hoofd? In hoeverre geef ik nu God en de Geest de ruimte om ook dan door die woorden tot mij te spreken? En dat is wel echt, ik denk wel een periode van 2 jaar geweest dat ik daar een soort mee worstelde. En hoe ben je eruit gekomen, als ik mag vragen? Door toch weer die Bijbel te gaan lezen. Maar heel erg om te zeggen, oké, dit is mijn moment. Ik echt een combinatie van gebed en Bijbel lezen. Waarin ik gewoon een heel klein stukje pakte en alleen maar probeerde te focussen op wat ik zelf bij die tekst voelde of hoe ik daarin iets van God zag. En dat is natuurlijk, dat gaat heel erg tegen mijn opleiding inderdaad in. Hè? Dat je eerst gewoon al die andere stappen moet zetten. En toch heeft me dat wel weer geholpen om dichter bij die Bijbel als inspiratiebron te komen. En ook wel de gesprekken met anderen. En wat jij net zei, kun je nog naar een preek luisteren. Ook dus gewoon in de kerk gaan zitten en vieren. Beleven, muziek. Ja, want want er zijn natuurlijk heel vaak mensen die theologie gaan studeren, die verliezen hun geloof, wordt dan gezegd bijvoorbeeld. Hè? Dus als je inderdaad die Bijbel alleen maar als een technisch wetenschappelijk object gaat beschouwen, en dan je moet hem, wil je tot levend geloof blijven komen, ook altijd dus persoonlijk weer blijven maken. En dat kun je ook doen, zeg je, door in een gemeenschap te blijven vieren, door het met elkaar te bespreken en te beleven, maar ook door te bidden, zeg je. Er zijn ook allerlei, ik weet niet of je dat, maar Lectio Divina noemen ze dat volgens mij. Hè? Dus dat je met de geest zo'n Bijbeltekst bijvoorbeeld gaat lezen. Ja. Hey, ik was nog even benieuwd, hè, want je zei, ik vroeg naar 3 pijlers, zeg maar, onder jouw leven met de Bijbel. Ja. Je zegt, het heeft me dus echt anders leren kijken naar mijn leven, naar God. In die zin verschaft het basis. Maar ik was nog benieuwd, welke andere pijlers hebben we nog? Ja, tweede is dat dat er altijd hoop is. Ik heb ook door juist mijn werk op verschillende plekken best wel veel hopeloze situaties gezien. Malawi is het armste land ter wereld, toch? Ja, die staat echt wel, als het gaat om niet-conflictlanden, onderaan de lijst. Dus daar zie je heel veel dingen, maar ook op andere plekken. En ik ben daar zo overtuigd geraakt van die enorm hoopvolle boodschap. Wat ik echt in het leven van anderen heb gezien. Hè, dat je ziet, die woorden die komen tot leven. Wat is het meest hoopvolle? Ik had altijd, en dat was misschien ook een beetje rationeel, dat ik dacht, je kan niet alleen met die Bijbel aankomen. Je moet ook wel... maar ook als iemand dus in een hele moeilijke situatie komt, dan heeft hij ook eerst voedsel en onderdak en dat nodig. En dat je ziet dat die woorden van hoop zo ontzettend belangrijk zijn. Belangrijker dus dan vaak eventjes die concrete hulp. En die komt er wel, maar die komt er dus achteraan. Mm. En dat... Een mens kan niet leven van brood alleen. Nee. En dat... als je met mensen... Ik heb met mensen gezeten die dan werkelijk de hele dag niet hadden gegeten. Hè? Een beetje zoals je dat in het Nieuw Testament leest. En die dan zo vol overgave, enthousiasme, aandacht, focus met die tekst bezig zijn en daar enthousiast voor worden en eigenlijk vergeten dat ze enorm veel letterlijk honger hebben. Wow. Dat heeft mij echt heel klein gemaakt. In dat stukje hoop, hoe weet je waar je naartoe moet gaan, in welke taal je de Bijbel moet vertalen? En hoop je dan dat mensen dat maar accepteren? Of is het echt, wat voor voorbereiding gaat daar vooraf? Want iemand als ik zou gewoon de vliegtuig pakken en ik ga ergens heen en ik zeg, hey jongens, ik kom de Bijbel voor je vertalen. En waarschijnlijk gebeurt er heel veel vooraf. Zou wel een leuk filmpje opleveren. Ja, maar ik weet niet of ik dan levend terugkom.
Dus hoe, nieuwe serie. Ja, hoe, ja. Hoe werkt dat precies? Ja, er is een heel uitgebreid overzicht van waar vertalingen nodig zijn, wat voor type vertalingen. Dus eigenlijk wordt dat helemaal wereldwijd gecoördineerd. En op basis daarvan wordt gekeken naar welke expertise is er al in het land. Hè? Want je werkt heel veel ook met de lokale expertise. Ja. En wat is er eventueel nog extra nodig? Okay. Ja. Hey, waar, hoe kan die? Ik was nog even naar dat punt van hoop. Hè? Want ja. Ik vind het indrukwekkend dat je zegt, nou, als je met mensen komt die gewoon niet gegeten hebben en ze vergeten hun honger, omdat dit zo'n bron van leven en hoop is voor ze, die Bijbel, gewoon die tekst. Als je nu jong bent in Nederland, dan heb je wel over het algemeen te eten. Hè? En dan heb je van allerlei andere dingen waar je misschien zorgen over maakt. Hoe is die Bijbel dan? Je bent ook met die jongere Bijbel bezig. Hoe is die Bijbel dan een bron van hoop? Nou, ik denk juist ook in het contact met jongeren nu, merk ik dat heel veel op zoek zijn naar betekenis, naar zin, naar juist ook wel hoop. Hè, ben ik hier alleen voor mezelf? Is dit stukje van x aantal jaar echt mijn leven? Is dit alles? En daarin denk ik dat dan ook die oude teksten weer tot leven komen. Dat er een ander perspectief is. Dat er meer is dan alleen jouw eigen leven. Dat dus ook heel veel vervulling eigenlijk voor jouw leven hier en nu kan geven. En, maar wat ik wel echt merk, en dat is de enorme uitdaging, ik had er pas een heel gesprek over. Hè, als ik wil gaan sporten, dan ervaar ik pas het effect van sporten als ik dat echt een poosje doe. En niet als ik op mijn stoel blijf zitten, dan wil ik eigenlijk al weten, hoe voelt dat? En wat is het effect? Maar dat weet ik niet totdat ik het ga doen. En dat merk ik wel, dat echt een drempel is. Het is gewoon echt soms een enorm taai boek. Hè, om het te pakken, om te beginnen. En om echt in die gewoonte te komen. En om dat dus dan zelf ook te gaan ervaren. Herkenbaar. Ik heb daar nog steeds ook echt moeite mee. Een enorme uitdaging is, juist ook in de cultuur waarin je gewoon heel gewend bent, dat alles snel gaat. En exact. Dat je ook gewoon snel antwoorden hebt. Snel zoekt wat je vindt. Ja. Wil ik zo meteen misschien op het einde nog wel even op terugkomen. Van, hoe er eigenlijk die vraag, stel we willen het wel, maar hoe dan? Hè, waar begin je? De jongere Bijbel gaat er misschien een rol in spelen. Ik kan daarin helpen, maar ik ben nog wel even benieuwd hoe we dat met elkaar ook doen. En wat je daar nog even mee kan geven. Ik was toch even nog benieuwd naar die derde pijler. Ja, dat is eigenlijk samengevat voor mij in een vers uit de Johannesbrieven. Waar staat, wij hebben lief omdat God ons eerst heeft lief gehad. En dat is misschien wel de belangrijkste pijler onder mijn leven. Dat eigenlijk de liefde van God, onvoorwaardelijk, genade, dat die onder mijn leven ligt, staat. Staat als een pijler. Dat geeft mij een bepaalde ontspanning in hoe ik mijn leven mag leven. Het geeft me ook een bepaalde drive in hoe ik dus, wij hebben lief, hè, omdat we zelf zo geliefd zijn. Dus het geeft me ook de drive om dat met anderen te delen. En ik vind dat zo'n ongelooflijk mooi principe. En dat je dus eigenlijk steeds mag laten vullen. En ik denk in de psychologie is het enorm bekend dat hoe belangrijk het is om geliefd te zijn voor je leven. En dat ik denk, er is geen ander dan God eigenlijk. Hè? Of niemand anders kan dat zo goed als God. Ik heb een hele fantastische man, leuke ouders, leuke vrienden. Maar niemand kan echt die vervulling geven als die hij geeft. En als je dat zelf ervaart, dat je daar dus ook van uit mag delen. Hey, en ik ben benieuwd hoe dat voor jullie, of jullie dat eigenlijk ook ervaren, mannen. En ik zelf misschien ook, maar heb je daar, hè, want dit gaat over jouw identiteit en dat God van je houdt en dat het belangrijkste is waar je aan vast mag houden op een bepaalde manier. Dat kun je ook tegen jezelf zeggen. Of je kunt het in een aanbiddingsliedje stoppen en dat zingen. Als jij de Bijbel leest, dan gebeurt daar ook iets in. Heb je die Bijbel daar dan überhaupt voor nodig om dat te beseffen? Ja, ik denk die Bijbel bevestigt dat heel vaak voor mij. Hè, van door het daar weer opnieuw te lezen. Het komt daar natuurlijk eigenlijk op allerlei manieren. Dus in het Oude Testament heel erg in de levens van mensen. Hè, in al die personages zie je daar iets van. En in het Nieuwe Testament in
wordt dat soms letterlijk gezegd. Maar ik denk ook juist in het leven van Jezus zie je daar ook heel veel van. Is er iets, dus een plek, een persoon, een vers, een verhaal waarvan je zegt, dat misschien overval ik je ermee om met die vraag, maar is waarvan je denkt, die liefde, als ik dat lees, dan spat die eraf. Ja, Johannes 4, van die vrouw bij die Samaritaanse vrouw bij de put. Ja, dat is voor mij echt ongelooflijk gewoon hoe Jezus met haar het gesprek aangaat. Haar volledig doorziet, kent, helemaal. En tegelijk haar zo eigenlijk overweldigt met zijn onvoorwaardelijke liefde. Dat vind ik echt een heel bijzonder verhaal. Komen er die drie pijlen zo niet in samen? Ja, denk het wel. Ja. Nou, het verandert haar wereldbeeld. Ja. Het geeft enorme hoop. Ja. Ja. Ik moest denken aan het verraad van Petrus. Ja. Dat vind ik een heel krachtige. Want juist ook dat hij de steen wordt waarop de kerk wordt gebouwd. Hè? Dus de goede katholiek is dat voor jou belangrijk. Dat is, Nee, maar laten we zeggen, kijk, Judas en Petrus begaan een soort gelijke zonde. Ja. Hè? Dus we denken, Judas, dat was echt verschrikkelijk. En beide hebben tranen gegoten. Maar de ene, die wist zich ontvankelijk te stellen voor die liefde uiteindelijk. Die wist terug te komen. Ja. En uiteindelijk ook, Heer, u weet alles, u weet dat ik u bemin. Dat kon hij zeggen, omdat hij die liefde van Christus bij zich had. Anders kon hij dat niet zeggen. Wat gebeurt er mee als je dat verhaal leest dan? Of als je verhalen in de Bijbel leest? Nou, ten eerste, wat het met mij doet ook is, ik had het eerder over dat fundament, die wortels. Ik draag natuurlijk ook verantwoordelijkheid in mijn leven. Ook meer in een christelijk verband, meer een pastorale zorg voor mijn gemeenschap, voor mijn broers, voor jongeren. Ja, en dat voelt soms zwaar. En zeker ook het voorbeeld dat je probeert te geven. Je probeert ook een referentie te zijn van anderen, hoe je Jezus kan navolgen. Maar van binnen natuurlijk, als ik in mijn ziel kijk en ik zie mijn tekortkomingen, ik zie hoe ik vaak overvloeid word door genade en het niet allemaal goed weet ontvangen en goed weet te beantwoorden. Ja, dat kan echt een juk worden. En dan hebben ze gezegd van, maar even kijken. Dus even de rots waar de kerk op gebouwd is, weet je, die had Jezus verraden. En niet dat het dan zegt, dus ik kan ook lekker zondigen. Maar het is ook van, het helpt me enorm veel ten eerste om veel meer die menselijke kant te zien. Want onze Bijbel en ons geloof en Christus zelf is boven natuurlijk is God, maar is ook echt mens. Dat ten eerste, van ik mag een mens zijn. Hè, ik mag kwetsbaar, ik mag zwak zijn, ik mag opnieuw beginnen. Maar het zijn ook toonbeelden voor mij van het omarmen van de genade. Van de barmhartigheid, van het opnieuw beginnen. En dus ook niet opgeven, maar veel meer vanuit die berusting in die onvoorwaardelijke liefde van God. Ik kan natuurlijk ook andere voorbeelden noemen. Ik bedoel, dezelfde koning David is natuurlijk een mooi voorbeeld. Maar eigenlijk hoe God elke keer handelt met zijn volk. Kijk, het volk van Israël door de woestijn. Hè? Ze gaan met andere goden, ze hebben seksuele orgieën, weet ik wat allemaal. En telkens weer opnieuw komt God terug. Hè? Hoewel als hier 10 rechtvaardigen zijn, hè? Wat dan? Hè? Dus je ziet dit continu terugkomen, ja. Jij, Godwin? Ja, bij mij dan kom ik toch weer terug op David. David is echt, echt mijn superster, mijn superheld. En dan kom ik vooral terug op het stukje bij David en Bathsheba. Dan merk je dat David, die heeft eigenlijk zo'n geheim. En dat lees je op een gegeven moment in de psalmen terug. En ik heb hier de lopende Bijbel zelf bij me. Dus die gaat zo meteen al die bijbelschriftgedeeltes quoten voor jullie. Maar op een gegeven moment schrijft David in het stukje, dat hij vreemd gaan schrijft hij ook nog eens een soort van een overwinningslied, een soort van een vreugdevol lied naar de Heer. Maar tegelijkertijd weet hij wat hij doet, dat in de kern gewoon niet mag en niet goed is. En in het Oude Testament was het zo, op het moment dat iemand een bepaalde zonde begint, was de straf daarvoor was de dood. En dat wist David ook. Dus David die heeft overspel gepleegd, vervolgens zorgt hij ervoor dat de man van Bathsheba komt te overlijden. En dan wil hij ook nog dat dekken. En dan vind ik het mooi. Op een gegeven moment komt er een profeet naar hem toe. En die stelt hem een vraag. En David, zoals waarschijnlijk wel allemaal gereageerd. Van dat is fout. En vervolgens zegt de profeet tegen hem, maar dat ben jij. En David die begint te breken. En ik zit al helemaal voor me huilen. Vergeef me, Heer. Omdat hij zich dan beseft waarschijnlijk, dit zijn de consequenties van wat ik nu gedaan heb. Alleen zegt de profeet tegen hem, dat is zo kern in mijn leven geworden, zegt hij tegen David, maar je zult niet sterven.
En ik dacht, waarom zegt hij tegen David, je zult niet sterven? Wat is de kern van die boodschap daarin? En eigenlijk hoort David voor het eerst ook een profetie over Jezus. Dus dat Jezus de redder zou zijn. Maar op een hele, of laat me zeggen, hij maakt Jezus mee, de genade, maakt hij zijn eigen leven mee. Dat wat de regel is, dat zou gebeuren, gaat jou niet gebeuren. En ik dacht van, wauw. Kan een man als... En dan dat God tegen David zegt, man naar mijn hart. Dat is niet omdat David zoveel fout heeft gemaakt. Maar David is op een of andere manier iedere keer terug bij de vader te komen en zeggen, ja, sorry papa, had ik niet moeten doen. En dat Gods vader hart toch weer ging kloppen voor hem. Ja, ik kan zoveel verhalen over David vertellen. Ik echt, ja. En waarom is dat in jouw leven dat je dan denkt? De reden waarom is omdat ik... als ik terugkijk naar David ook, toen er gezocht werd naar de nieuwe koning. Hij was degene die daar niet was. Hij was een beetje de underdog. Hij werd niet naar hem gekeken. David en Goliath. En zijn broers vragen aan hem, ja, wat doe jij weer hier? En hij stelt dan aan een van zijn broers, zegt, ja, maar wat heb ik weer fout gedaan? Hij was altijd de persoon die het niet zou redden als je kijkt naar de statistieken. Als je kijkt naar zijn broers die wel in het leger al zaten. En hij mocht een beetje op de harp spelen voor de koning. Als die boze geest kreeg om hem te kalmeren. En op een gegeven moment dacht ik, als ik naar mijn eigen leven kijk, ja, kan ik me soms ook echt voelen alsof ik word overgeslagen. Alsof ik degene ben die, wanneer er gesprekken zijn, niet aanwezig ben. En hoe mooi is het dat mensen gewoon moeten wachten tot David komt. Hoe mooi is het dat zijn eigen vader vergeet dat hij er is. En dat er gevraagd moet worden, heb je niet nog een zoon? En dat zegt, oh ja, die is bij de schapen. Dat denk van, man, hoe vaak voelen wij ons overgeslagen? Maar dat God eigenlijk zegt van, maar je bent zo waardevol dat men op je gaat wachten. En dat heeft in jouw leven ook, want jij, we kennen natuurlijk, je hebt een jeugd gehad om ook met de nodige uitdaging, om het maar even zwakjes uit te drukken. En dat heeft jou geholpen ook juist in die jaren? Ja, ik heb, als ik de Bijbel lees, en vooral dat stuk van David, kwam ik er iedere keer achter van, men, er is ook hoop voor mij. God is mij niet vergeten. Dat is het stukje hoop wat ik steeds kreeg. Al vergeet mijn vader me, al vergeet mijn moeder me, al vergeet iedereen om me heen me, God is me niet vergeten. En daarin ook, God heeft me vergeven. Dat vind ik ook heel mooi. Als ik in Davids hele leven kijk, dat echt die twee stukken. God is me niet vergeten en God heeft me ook vergeven. En uit die vergeving mag ik gaan leven. En ja, dan ga ik dansen voor God, al moet ik naakt dansen. Dus ik snap David dat hij naakt... laatste raad ik af in jouw geval. Blijven filmen, mensen. Blijven filmen. Ogen dicht wel, ogen dicht. En Jan, hoe zit het bij jou? Er is wel een soort verlangen om meer met die Bijbel bezig te gaan. En ik ben veel met geloven, veel met muziek en veel met nadenken over en volgen en met die Bijbel bezig. Dus het heeft ook die verhalen helpen mij ook. Leuk aan een kind is dat je ook weer, ik heb een zoontje van twee, dat je ook weer meer met die Bijbel, kinderbijbels, hè, maar het gaat allemaal weer meer spelen. En dat heb ik ook wel nodig, want ik ben wel echt wel een slechte Bijbellezer van oudsher. Dus ik heb wel in allerlei contexten met mensen, kerk, dingen, maar echt zelf dat ding erbij pakken, dat is toch, dat blijft een zwak punt in mijn leven. Dus ik ben zometeen ook naar die hoe-vraag nog wel geïnteresseerd, terwijl het wel, ik leef er wel uit. Ik ben er wel, zeg maar, ook als ik er dan bijvoorbeeld, omdat ik overdenkingen maak of dingen weer mee bezig ga, dan draait het de hele tijd ook weer dingen voor me om. Jouw eerste pijler van, hey, anders leren kijken. Ja, dat vind ik geweldig. En ook en nog weer zo'n voorbeeldje als net van zo'n profeet die je aanhaalt bij David. Ja, de hele tijd zet de Bijbel je op het verkeerde been, zeg maar. En dat doen ze, Jezus, ook door de hele tijd vragen te stellen. En de hele tijd nieuwsgierig te zijn en open te zijn. En dat leert mij wel echt wie ik wil zijn in het leven en hoe ik kan leven of zo. En daarom, dat is misschien ook, hè, waarom jij je leven eraan toe kan wijden, een heel leven lang, omdat het, ja, je kunt daar altijd meer uithalen of zo. En je hebt het ook altijd weer nodig. Dat is het verneukratieve aan mens zijn, is dat je de hele tijd dat vergeet of zo weer. En dan moet je het weer opnieuw. Hè? Ergens zijn het ook, ja, het zijn allerlei motieven die ook wel weer, ja, vergeving, ja, God ziet je echt, ja, God houdt van je. Maar op de een of andere manier vergeten we het de hele tijd. En dan moet je het weer in nieuwe en oude verhalen moet je het weer gaan vinden of zo. En dat daarom denk ik wel, hè, dat die Bijbel als basis van je leven, er zijn gewoon weinig dingen. En ik denk ook dat onze generatie, iedere generatie, dat gewoon nodig heeft. Maar dat we dat misschien meer aan het verliezen zijn. We leven in een samenleving waar gewoon steeds minder mensen een soort basis hebben. Die
iets om vanuit te leven. Ook een basis om op terug te vallen qua misschien familie, vrienden, toekomstbeeld. Al dat soort dingen. Ook moreel, hè? Ook moreel. En nog te weten wie je bent en waar je vanuit kunt gaan. En die Bijbel die heeft dat al... Hoe lang zijn ze nou bezig met dat ding? 3.000-4.000 jaar? allemaal zeg maar een soort van uitgeplozen. En soort kaders en vragen omheen gemaakt. En dat je daar uit kunt putten is wel... Daar hou ik wel echt van. Dus daar zou ik... Ja. Maar Ilse, krijg jij nu zeg maar... wordt jouw naam op een speciale blad geschreven in de hemel nu, zeg maar, omdat jij het bedrijf vertelt? In goud. Ja, in goud. Wij worden, ja, jij brons. Wij worden zilver in de... Jou wordt in goud... Paul krijgt brons, zeg je dat? Paul krijgt brons, ja. Mag ik trouwens nog een katholieke, iets meer katholieke orthodoxe vraag stellen? Aan okay. Dus ben ik heel nieuwsgierig naar. Ja. Moet ik eerst deze vraag beantwoorden of niet? Ja, of want ik heb zeker niet die illusie. Ja, anders zal ik ook bij me vertalen. Ja. Nou, ik wil... Kijk, als jij een heel volk hebt geholpen om Gods woord te kunnen horen... dan kan ik me voorstellen dat hij je wel een heel dikke omhelzing gaat geven in de hemel voor dat gebeuren. Dat is supermooi dat je het zegt. Maar het interessante is, hè, ik was heel vaak met die Bijbel bezig en dat ik dacht, oké. Maar hoe ga ik met die mensen om? Hè? Hoe ben ik in de pauze op mijn werk? Hoe ben ik als ik straks thuis kom tegen de mensen die ik daar weer tref? Ja, dus het is echt wel constant. Je kunt er zo mee bezig zijn en er zo niet naar leven. Ja, okay. Dat is herkenbaar. Heb je dat een keer meegemaakt dat iemand tegen je zei, ja, maar of dat je zelf iets deed en dat je dacht van, maar ja. De Bijbel spreekt hier anders over? Zeker. Zo. Zeker. Ik denk... ja. Vraag mijn man, vraag mijn kinderen. We komen ook nog wel even op de vraag van Paul zo. En we eindigen nog met de vraag, hoe ga je dat nou doen als je meer Bijbel wil lezen? Ja. Maar nog even, je weet zoveel ook over die Bijbel. Je hebt het zo omhelst. Heb je niet inderdaad af en toe de neiging om als zo'n oud-testamentische profeet gewoon met dat boek te... Het zit zo, mensen! Bekeer u! Bliksem. Ja. Wat zeg jij nou in dit filmpje? Of wat lopen wij hier nou? Hoe doe je dat eigenlijk? Zoveel mensen die daar gekke dingen van vinden natuurlijk. Zeker. Ik ben qua karakter ben ik niet heel... Dat ik heel opvliegerig ben. Als God weer Bijbelvertaler zou zijn, dan zou hij dat wel doen. Ik zou jullie allemaal slayen. Zeggen. Ja. Dus ik kan vaak wel mijn rust bewaren. Maar zeker in een wat kleinere groep of zo... kan ik soms wel echt heel gepassioneerd daarover praten. En ook dus over wel dingen waar ik het niet mee eens ben. Ja. Wat zijn die dingen... Dan wil ik dan toch weten. Wat zijn de dingen die mensen... echt gewoon fout doen zeggen over die Bijbel? De dingen waar je het meest aan ergert. Nou, ik denk wat jij net zei, van als je gaat zeggen de Bijbel zegt. Oh ja. Eigenlijk heeft dat altijd, bijna altijd iets te maken met wat jij zelf vindt of wat het bubbeltje waar jij in zit vindt. Dus eigenlijk als iemand zo begint, wat er dan volgt, zet ik een vraagteken achter. Meer iets wat iemand zelf, dan dat je zegt van, dan moet je heel echt vaak. Je moet dat echt kunnen bewijzen dan eigenlijk. Ja. Echt wel. Dan mag je mij echt wel. En ben je dan even ook, de tijd nemen om mij daarvan te overtuigen. En doe je dan af en toe ook zo pats, 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 pats. Oh really? En heb je dan ook dit en dit en dat gelezen? Doe je dat? Of, als of die ruimte er is, ja? Dan wel. Ja. Leuk. Ja. En dan nog eentje, daar ben ik toch nieuwsgierig naar. We hebben het die vraag al een keer gesteld. Geloof jij alles wat de Bijbel zegt dat het letterlijk is gebeurd? Oh. Ja. We breken weer een nieuw ding open. Ja, sorry mensen, de podcast gaat nog wel langer duren. Kom maar door. Ja. Het is grappig, want ik heb daar juist met een van de groepen een heel gesprek over gehad afgelopen zondag. En daarvan zei ik, het is best wel makkelijk om boven die Bijbel te gaan staan en te zeggen, hey, dit is letterlijk en dat niet en dit pik ik eruit. Maar dat, je maakt het voor jezelf ook dan wel heel lastig op heel veel momenten. Dus toen hadden we met elkaar een soort principe dat we zeiden, hè, neem die Bijbel letterlijk naar zijn bedoeling. En dat naar zijn bedoeling betekent dus wel dat je altijd wel echt heel goed gaat bedenken, wat was nou die bedoeling van die schrijver die dat voor het allereerst opschreef voor de groep hoorders of luisteraars of lezers die er toen was. En heel vaak kom je er dan achter dat inderdaad wat daar staat, dat je dat letterlijk kunt nemen, maar dat het niet
Ja, moet ik dat goed zeggen? Ik zit even te denken aan voorbeelden, maar dan wordt het denk ik inderdaad wel een hele lange... Jona en de Walvis. Een hele lange podcast. Maar dat je inderdaad... nou, dat het heel belangrijk is om te bedenken van... Hè, ook wat was het genre van zo'n tekst? Is het een historische tekst? Of is het echt een verhalende tekst? Of soms zelfs poëtisch? En ook wel een enkele keer... En daar hadden we toen ook een heel gesprek over. Ik zal het bij mezelf houden. Als ik werkelijk geloof dat God deze wereld, hemel, aarde, alles heeft geschapen... dan is alles wat in die Bijbel staat, is echt peanuts. Hè, dan is Jona 3 dagen in een vis. Ja, weet je, als iemand dit allemaal kan maken... En bedoeld heeft, ja. Ja, iemand 3 dagen in een vis laten zitten en er levend uit laten komen... is dan vrij eenvoudig. Ja. Dus ook wel, sommige dingen laat ik ook gewoon open. Ja, is dit werkelijk gebeurd? Of is dit een verhaal dat mij iets wil leren? Soms weet ik het echt niet. Hoeveel onderzoek ik ook doe. Oh. En kan ik het echt, zou ik het echt ook als Bijbelwetenschapper niet kunnen zeggen? Hè, ik kan dan wel kiezen. Ik kan kiezen voor het ene kamp of ik kan kiezen voor het andere kamp. Maar ik moet dan eigenlijk eerlijk zijn naar mezelf. We gaan allebei van vooronderstellingen uit. En ten diepste weten we het allebei niet. Maar dat vind ik dus soms voor mezelf wel eventjes een soort ontspanning. Dat ik denk, oké, als ik echt geloof in God als schepper... Ja, dan, dus we hoeven niet... dan doet het er soms ook niet zoveel toe. Ja, ja. Wow. Dus we hoeven niet alles te weten om ten diepste te geloven wat er staat in die Bijbel. Nee. Zoiets. Ja, je kan een beetje gevoel voor humor hebben als je leest. Dat mag denk ik ook wel van God, toch? Dat niet alles zo rationalistisch en keel geïnterpreteerd moet worden. Ja, maar deze datum klopt niet en dat. En dan is het soms ook van vent, relax, toch? Ja. Dat haal ik ook een beetje wat je zegt. Van, ja. Als je dit allemaal heeft geschapen, wat doe je nou over die walvis? Ik bedoel, de walvis. Benieuwd of die in de hemel is. Dier in de hemel. Ja, hij heeft zo'n doel bereikt van zijn leven. Ja. Jona die dag. Ja. Dat je gewoon in de hemel komt dat er eerst die walvis staat. Hallo. Paulus, jij wilde nog een orthodoxe vraag stellen. Hoe zei je dat nou? Ja, een katholiek-orthodoxe vraag. Dat is, als we het over de Bijbel hebben... Dan hebben we natuurlijk ook de zogenoemde deutocanonieke versie... of de Septuagint, een beetje dure woorden... maar dat is dus de versie van de Bijbel die onder andere de orthodoxe kerk en de katholieke kerk hanteren. En ik was gewoon als dat niet de protestantse versie is, dan klopt die niet. Dat weet je, hè? Dus jij kan het waarschijnlijk veel beter uitleggen, maar een beetje uitleggen over, ik weet niet of dat handig is of niet, wat dat gebeuren is. Maar ik was natuurlijk benieuwd ten eerste van, hoe kijk je naar die 7-8 boeken, hè? Even voor het begrip. Hè? Er is een katholieke en eigenlijk een orthodoxe versie van de Bijbel... waarin er Bijbelboeken in zitten die in de versie die wij... in de NBV 21 of gewoon de Nederlandse klassieke Bijbelvertalingen... zeg maar, die er niet in zitten, in de kanon zitten. Ja. Dat is en eigenlijk is jouw vraag dan? Mijn vraag is, daar heb je dus 7-8 boeken, die zitten in die versie. Ten eerste, hoe kijk je naar die boeken? Heb je ook bezig gehouden juist meer met die deutocanonieke versie... Heb je daar een mening over? Er is natuurlijk ook een katholiek publiek en die is misschien ook nieuwsgierig. Ja, want voor jullie is dit wel echt... De volledige Bijbel is gewoon die 7-8 boeken erbij. Het gaat over voorbeelden. Het gaat over het boek van Judith. Het gaat over het boek van Tobit. Het gaat om een deel van Daniel. Het gaat nog over de profeet Baruch. Het gaat over de wijsheid van Salomo. En volgens mij en Daniel... jij leest die boeken ook. Je hebt gewoon een Bijbel waar die boeken in staan. En die lees je gewoon net zoals dus je andere boeken. Bijvoorbeeld in Nederland heb je de Willibrord-vertaling of de Petrus Canisius-vertaling. Ja. En daar zitten die boeken zitten erin. Ja. En volgens mij sommige ecumenische versies, waarschijnlijk zeggen ze ook... Dan moet je dan eigenlijk niet zeggen, joh, beste dame van het NBG, jullie zitten ernaast. Waarom zitten die niet in jouw, nou, jouw versie? Mijn vraag is eigenlijk die veel meer nieuwsgierig. Erin. Die zitten erin. Oh, die zitten erin. Ja, ik denk het NBG heeft eigenlijk altijd voor zowel protestantse als katholieke... als orthodoxe kerken echt voor de hele range, zeg maar, gewerkt. Dat vind ik ook wat hele mooie van werken met de Bijbelgenootschappen. Dat je echt zegt, hè, we werken met alle kerken. Mooi. En er zijn wel verschillende versies. Hè? Dus mensen kunnen kiezen voor die versie je ziet duidelijk wanneer of zonder. Niet. Ja. Maar welke is de beste? Denk je echt dat ik daar hier uitspraak over ga? Ja.
Nee, ik heb me daar overigens zelf... Hè, er zijn echt specialisten die zich daar mee bezig hebben gehouden. Met die Deuterocanonieke boeken. Dus dat is eigenlijk weer een apart specialisme. Dus ik heb daar wel zeg maar aan de zijlijn met bepaalde dingen meegelezen. Maar ik was daar geen eerste vertaler. Ik denk dat het is een hele oude discussie over. Het gaat dan over nou, welke boeken zijn geïnspireerd en welke niet vanuit de kerkgeschiedenis gezien. En daar over die boeken is eigenlijk nooit helemaal overeenstemming gekomen. Terwijl ik denk dat je het niet zo tegen elkaar moet wegzetten. He, je kunt zeggen, nou, er staan ook in die boeken staan waardevolle, leerzame dingen die zeker ook in de traditie van die kerken een bepaalde rol hebben gespeeld. En die ook heel erg helpen om bepaalde dingen uit die traditie beter te begrijpen. En in die zin, wat er heel vaak wordt gezegd over die boeken, is dat ze niet heel veel nieuwe informatie bevatten als het nu gaat over de kern van het geloof. Nee, dus je komt er geen hele gekke dingen tegen. Nee, dus het geeft niet opeens een hele andere visie op het geloof. Of het zijn, als je ze niet hebt, dat je hele fundamentele informatie mist. Ja. Tegelijk denk ik dat we onszelf een beetje tekort doen als we zeggen van, dat is alleen voor die stromingen van de kerk. Want je leert er ook gewoon heel erg veel van. Juist ook als het gaat om een stukje... Daar kun je weer die pijlers vinden, die verhalen die je goed doen als mens. Ja, en ook echt een stukje over de traditie en bepaalde historische stukjes die daarin worden beschreven. Wat ongelooflijk leerzaam en interessant is. Nou, bijvoorbeeld een van mijn favoriete verhalen uit de Bijbel is het verhaal van Tobias en de aartsengel Raphaël. En dat komt in het boek van Tobit. Het is een heel mooi verhaal. Korte variant? Korte variant? Een variant? Wat bedoel je? Korte versie? Een verkorte mand. Mand. Nee, dus dat gaat over Tobit. Het is de vader van Tobias. Een zeer godsvrezende man. Getrouwd. Volgens mij heet zij Sarah. Maar ik ben even vergeten. Maar in ieder geval. Maar op een gegeven moment wordt het iets heel hilarisch. Maar ook heel tragisch. Dat is dat op een gegeven moment kijkt hij naar de hemel en op komt een duif langs en die poept in zijn ogen, waardoor hij blind wordt. Dus het is heel tragisch, maar hij kan niet meer werken. Dus een duivel die poept in iemands oog en die wordt blind. En die kan niet meer werken. God, hij gaat hierop aan. Hè? En tegelijkertijd, nou, dus hij kan niet meer werken. Zo'n vrouw die beklaagt het ook van een beetje jobachtig van, nou, wat heb je nu weer gedaan, et cetera. En hij stuurt zijn zoon op pad en hij zegt, ga op pad, onder andere om een goede vrouw te vinden. Dat is altijd belangrijk. En dan op een gegeven moment dan verschijnt er iemand, dus niet bekend wie dat is, maar die zegt, ik kan hem wel vergezellen. Op zijn pad naar die... Nou, dan gaat hij op pad. En dan komt hij... Oh nee, zij heet Sarah. En dan bij een neef of bij een oom of een tante. En daar komt hij Sarah tegen. Dat is een hele mooie, ook godvrezende vrouw. Alleen, zij was er meerdere keren getrouwd, maar op de huwelijksnacht kwam er een demon en die doodde de man. Ja? Dus was heel tragisch. Dus was een soort van... Dit gaan wat, pikken, was, hoor. Wat was zo'n serie? Ja, ga door. Ja, maar het is super. Dus op een gegeven moment dan gaan ze zo samen bidden. En die onbekende persoon die zegt, nou, als je dit gebed doet en dit en dit en dat, dan zullen jullie beschermd worden en dan zal je niet doodgaan. Dus inderdaad, ze trouwen en ze overleven het. En op een gegeven moment gaan ze terug. En die onbekende man zegt ook, pak deze soort van gal uit een vis en smeer dat op de ogen van je vader. En dan zal die genezen van zijn blindheid. En aan het einde openbaar te zeggen, ik ben de aartsengel Raphaël. Ik ben een van de engelen die bij God is, et cetera. En zo eindigen met een gelukkig huwelijk. En dat is een hele mooie. Maar voor Godwin specifiek, er zijn twee boeken die je absoluut moet lezen. Eentje is het boek van Judith. Ja. Als je wil zien hoe een vrouw de kop afhakt van een man. En een heel leger helemaal rep en roer brengt. En het tweede, de Maccabeeën, is de opstand van Judas Maccabeeën en zijn broers. Een heel Joodse volk. Die worden gedwongen om te offeren voor de Assyrische keizer. Mm-hmm. En die komt in opstand. Nou, en die pakt het zwaard, jongen. Dat is echt... Wow. Ja, dit zijn wel... We moeten ze ook in onze Bijbel hebben. Ik moet ook wel eerlijk zeggen, over poepende duivels en zo. Als ik dit dan weer hoor, dan denk ik ook wel weer... Hoe bizar is die Bijbel eigenlijk wel niet, hè? Want zo'n boek zit dan misschien niet in mijn Bijbel, even plat gezegd. Hè? Maar de pratende ezels... Ja. Ook in de gewone Bijbel, de Bijbel die we, daar zit ook zoveel rarigheid in. Heb je ook ooit het boek van Enoch gehoord of gelezen? Nee. En je hebt ook het boek The First and Second Book of Adam and Eve. Nou, als je gekke verhalen wil horen... Ja, maar die horen er sowieso niet bij. Nee, dat zijn apocryfen. Klopt, maar dat zijn zeg maar... Ik heb ooit van die boeken gehoord.
Mijn god, ik dacht, wow. Ja, dat is, maar is dat ook niet... Laten we dan even serieus nog even over zijn. Want als je daar dus niet... Hoe ga je om met al die gekkigheid? Met al die rarigheid in die verhalen, toch? Dat is ook een belemmering soms om te zeggen... dit kan ik serieus nemen, die Bijbel. Is het dat voor jou eigenlijk? Of? Natuurlijk soms wel. En zeker ook in het gesprek met anderen. Ja. Dat je dan zoekend bent van... Oké, wat vind ik hier eigenlijk zelf van? Juist als je als een ander je bevraagt. Tegelijk... Zie je heel veel dingen in hun context, krijgen ze vaak wel betekenis. En dat heeft denk ik ook, hè, we hebben zo vaak, kijken we echt alleen met ons eigen, vanuit ons eigen kader, met onze eigen bril op, dat we die Bijbel lezen. Vanuit onze eigen tijd, eigen plek. En dat is denk ik wel een beetje een misvatting, waardoor je ook gewoon bepaalde dingen echt mist. Maar ik ga ook terug naar iets wat je aan het begin zei. Ja. Natuurlijk hebben mensen terecht vragen, maar ik heb juist ook het idee dat soms ook onder christenen, maar ook niet-christenen, dat ze heel erg buiten context kijken naar hele specifieke dingetjes. Hè, van die slagpartij, die slaaf of dit gebeurde. Ja. Maar dat ook veel mensen misschien juist wat je over die 500 stappen... 50 dat je ook soms... stappen in de jongerenbijbel. 50? Zo. Laten we zeggen dat mensen het ook misschien niet kunnen koppelen aan een grote verhaal van de Bijbel. Ja. Of niet? Ja, nou, en ik denk dat het is natuurlijk heel... verleidelijk om te gaan van... Oké, dit staat er en ik vul mijn eigen naam in. Of mijn eigen situatie. Terwijl daartussen zitten natuurlijk nog een paar stappen. Ja. Hey, misschien om mee te eindigen. Sowieso misschien als je nog een leuk nummer hebt... wat je wil luisteren om mee af te sluiten, dan mag dat. Of je minst favoriete bijbelkarakter, mocht je die nog vinden, ook. Liedje maar, van Noah van Ellie Rickert. Ja, dacht wel. Yoda, ja. Of Noah. Nee, nou, anyways. maar nog even, hè, stel dat je nu deze podcast hebt geluisterd... en je hebt deze hele lange zit afgemaakt met ons. Chapeau. Wow, toch. Heb je nu soort weer? Nu kan je echt de Bijbel lezen. Als je een soort tocht door de woestijn van de Israëlieten. duurt even, maar het is de moeite waard, hoop ik. En misschien om dan mee te eindigen, wat de... Als je nou denkt, ik wil toch meer van die Bijbel, maar hoe moet ik beginnen? En kan de jongere Bijbel daar misschien ook een rol in spelen? Hoe zie je dat? Ja, ik denk dat die je heel erg op weg helpt om dus een bepaalde route door de Bijbel te lopen. Dus om te zeggen, oké, ik begin gewoon met deze stukjes lezen. Dan heb ik een soort globaal beeld. Het helpt je om meer te weten te komen over bepaalde personen, Bijbelse personages. En daarbij hebben we ook heel erg nagedacht van, ja, maar wat maakt die mensen dan nog relevant voor nu? Hoe zouden die kunnen linken aan ons leven nu? Maar er komen ook allerlei onderwerpen aan de orde die voor jongeren vooral heel erg relevant zijn en in hun leven spelen. Met dan de link, wat zegt de Bijbel dan over die onderwerpen? Dus ook de andere kant op. Hey, en dus dat gaat helpen. Dan moet je hem wel gaan openslaan. Op welke momenten, Godwin, Paul, ik... Wanneer, wat helpt om gewoon te zeggen... Ik zet niet Insta open, maar ik pak de Bijbel erbij. Hoe doe jij dat? Ik ben erachter gekomen dat je de audioversie hebt van de Bijbel. Ik geloof dat de persoon die dat gecreëerd heeft rechtstreeks de hemel binnenkomt. Gewoon zo'n VIP pass. Ja. Nee, maar als ik in de auto zit, kan ik echt gewoon op play drukken. En is dat een app? Welke app is dat? Gewoon de Bijbel app, de YouVersion. Oh, YouVersion? Ja, het is niet van de MBG, dus een beetje pijnlijk. Maar die heb je ook. Oh, ja, je hebt echt allerlei... De YouVersion, ja. En dan kan je gewoon audio... en dan hoor je een hele zachte stem van soms een man of een vrouw... die gewoon de Bijbel voorleest. Dus als je audio fijn vindt, als je niet zelf wil lezen... is, ik ben ook wel een echte audioliefhebber, dus dat is een goeie. Die zet je gewoon op en dan gewoon Genesis 16 of zo. En dan ga ik gewoon lopen. Ja. En vooral psalmen en spreuken, omdat ik vind het altijd die... Ik vind dat vaak lastig om te lezen, omdat ik heel veel tekst zie. Dan gaat het bij mij altijd zweven als ik mijn Bijbel opensla. En nu kan ik er gewoon naar luisteren. En ik leer er zoveel van. En ik kan het constant, iedere keer als ik het opnieuw beluister, denk van... wat heb ik nooit gehoord? Of dat heb ik nooit gehoord. Of dat is dus, op die manier doe ik dat. Ja. Paul, jij nog eentje? Ja, ik heb meer suggesties. Ik wilde ook even voor de zekerheid de naam opzoeken van een initiatief. Dat kan helpen. De eerste is, je moet er gewoon tijd voor maken. Dus ga ook niet al te zeggen van, ik moet alles makkelijk. Nee, gewoon bijvoorbeeld gewoon doen. En wat mij helpt is elke dag één hoofdstuk. Een hoofdstuk in de Bijbel, eigenlijk in heel de Bijbel. Eén hoofdstuk is ergens rustig lezen tussen de 5 en de 10 minuten. En doe dat gewoon elke dag. Heb je een vast moment? Ja, ik heb een vast moment. Ik probeer juist dit altijd meer begin van de ochtend. Wat net na het ontbijt te doen.
Maar wat ik dus ook aanraad, omdat het ook niet om iets heel groots gaat, is plak het aan een vast moment van je dag. Bijvoorbeeld voor de lunch, na de lunch. Of, wat volgens mij ook in veel gezinnen ook een hele mooie traditie is, is dat je na het, als je het avondeten klaar bent met het avond, dat je gewoon samen aan tafel leest. Mm. Ik vind dat schitterend. Wat ik wilde, er is één initiatief, dat ook, dat is een katholiek initiatief van een Amerikaanse priester. Die is vrij populair onder katholieken. Dat is de Bible in One Year. Dat is van Father Mike. Father Mike Smith, heet hij. Je hebt meer Bibles in One Year, volgens mij. Ja. Maar Father Smith is in ieder geval goed. En er zit Mike Smith. En dat is gewoon, dan kan je op YouTube of Spotify, kan je gewoon... Oh, dat is ook luisteren. Ja, en dan heeft hij de Bijbel zo in elkaar gezet, dat je het een heel jaar op een toegankelijke manier dus heel de Bijbel luistert. Oh, wow. En dan heb je ook trouwens papieren versies. Je hebt ook boeken van dat je elke dag... Dit is in het Engels, ja. Oh, ja. Maar ja. Je hebt ook Nederlandse versies. Je hebt heel veel versies. Nou, als het goed is, we gaan als Move ook steeds meer met die Bijbel doen samen met NBG. Dus er is ook straks een nieuwe website waarin we wat tips en dingen gaan delen en blogs en dat soort dingen. Even kijken wanneer dit gesprek uitkomt en dat dan online is, et cetera. Maar goed, daar gaan we maar passen. Dus hopelijk gaat dat helpen. En op de site van het NBG zal ongetwijfeld ook veel informatie te vinden zijn. Ja, voor mij, ik ga hier niet doen alsof ik een enorme bijbellezer ben. Dus ik ga juist deze tips goed gebruiken. Wat mij inderdaad wel helpt, is al die momenten om het eten. Kinderbijbel. En dat helpt mij ook om dan toch weer eens vaker mijn eigen bijbel open te slaan. Ja. Dus of er wat mee doen, hè. Dus nou, goed. Een vorm kiezen die bij je past, denk ik. Dat is heel belangrijk. Ja. Dus voor de een werkt het om een vers over te schrijven. Voor de ander om te luisteren. Voor weer een ander om te lezen. Weer een ander die zegt, ik pak een boek dat mij iets over de Bijbel vertelt. En wat me dan naar bijbelteksten verwijst. Veel, met elkaar lezen, een challenge. Ik denk, er zijn zoveel... Vaak hebben we één vorm in ons hoofd. En dat is dan, nou, als we dat maar doen, dan is het goed. Ja. Terwijl er zoveel vormen zijn om met die tekst aan de slag te gaan. En het is denk ik wel het grootste cadeau wat je zelf kunt geven om met die Bijbel aan de slag te gaan. Nou, dat zijn hele mooie slotwoorden. Amen. Dank voor al je mooie, voor je levensverhaal ook, eigenlijk, en voor al je toewijding. Daardoor kun je hier zitten en al deze mooie dingen delen. Dus en dank voor dit gesprek. Dank voor de uitnodiging. Leuk. Heb jij de Tori Samatti trouwens ook verteld? Nee, maar ik had hem wel. Wat de Tori Samatti. Dat is eigenlijk het verhaal van Matthäus, maar dan een beetje modern. Straattaal geschreven. Ja. Tori Samatti. Ja. Dat klinkt een beetje als een ketterij. Iemand nog een laatste? Ja. Zal ik de christelijke panfluit nog opzetten? Of, nee, doe even geen panfluit. The Word is Alive. Heb je zo'n liedje? Dat gaat helemaal over de Bijbel. The Word is Alive? Ja, okay, van... Nou, dat is, ik ga heel snel opzoeken zodat die panfluit weer weg kan. The Word is Alive. Van Kerstin Kranz. Ja. Die? Okay. Nou, dan gaan we daarmee mee eindigen. Thanks allemaal voor het luisteren. Vragen, dingen, zoek ons op. Redactie at Move for the Community, DM'tjes, dingen. Kerstin Kranz, The World is Alive. En lees die Bijbel. Oh, nu ben ik heel slecht een DJ. Komt-ie. Komt eerst een reclame waarschijnlijk. Ja, ja hoor. Oké, nou. Mijn radiocarrière is ook einde. Komt. Goed.